Dit is het Pieter Vredeplein in Tilburg. Een paar dagen voor Sinterklaas, op dinsdagavond 3 december, wordt deze vestiging van Jack's Casino overvallen. De dader staat op beeld, niet alleen tijdens, maar ook voor en na de overval. Dat maakt de kans dat hij snel gevonden wordt alleen maar groter. Dit zijn beelden van het stadstoezicht in het centrum van Tilburg, gemaakt kort voor de overval. Let op de man met het opvallende mutsje, dat is hem. Hij loopt hier in de richting van het Pieter Vredeplein, dan de overval. Het lukt hem om snel met gewone klanten mee naar binnen te glippen. En dan staat hij met een pistool voor de medewerkster achter de kassa. Hij oogt wat paniekerig en zenuwachtig, zoals hij met de pistool staat te zwaaien. Ook al gaat het snel, het lijkt voor de medewerkster een eeuwigheid te duren. Een paar keer graaien in de kassa en weg is hij weer. De camera's van de stadstoezicht hebben hem ook op zijn vlucht vastgelegd. Hij slaat meteen rechtsaf, rent het Pieter Vredeplein over, richting de Tuinstraat. We kunnen hem even blijven volgen, want hij wordt door meerdere camera's gezien in de buurt van het Pieter Vredeplein. Hij draagt een wit mutsje met draden aan de zijkanten, een blauwe broek en witte sportschoenen. Dat is dus de man die we zoeken, die met zijn opvallende petje door het centrum van Tilburg rende op die dinsdagavond 3 december tussen 9:45 en 22:00. En de vraag is natuurlijk, wie herkent hem van de beelden of weet waar wij hem kunnen vinden? Eén ding is zeker, naar de overval is hij vanuit het casino weggerend over het Pieter Vredeplein. Dat moet rond de klok van 22:00 s'avonds zijn geweest. Ook al zijn de winkels dan gesloten, er zijn rond die tijd toch nog mensen in het centrum van de stad. Hij moet dus wel gezien zijn door voorbijgangers. Herinnert u zich iets? Laat het dan weten. Vanaf het Pieter Vredeplein rent hij dan deze kant op en dan moet hij wel uitgekomen zijn bij de Tuinstraat. En dat betekent dan ook dat de mensen die daar op dat moment liepen hem ook hebben moeten kunnen zien. En die mensen willen we natuurlijk ook graag spreken. Want met uw tips kunt u helpen de dader te vinden. Het gebeurde dus dinsdagavond 3 december tussen 9:45 en 22:00. Nou kijkt u nog eens naar de man op de bewakingsbeelden. Hij is getint, draagt een opvallende witte muts met draden aan de zijkanten, een donkere jas met capuchon, een blauwe broek met eronder witte sportschoenen. De overvaller moet toch al een klein uurtje in de omgeving hebben rondgelopen. Dus als u toen in het centrum van Tilburg was, dan heeft u hem misschien wel ergens gezien. Als u ook maar het kleinste vermoeden heeft wie dit kan zijn of waar de politie hem kan vinden, laat het ons dan weten. Bellen kan via 0800 60 70, anoniem blijft u via 0800 7000. Op onze website kunt u alle beelden nog eens bekijken. En u vindt daar ook ons speciale tipformulier.